Tijdens een gemeenteraadsvergadering vertelt de burgemeester dat de boer bedreigd wordt. Die beelden, en of ze waar zijn, hè, en helemaal waar, dat weten we niet, hebben wel ogenblikkelijk, want zo gaat dat, doodsbedreigingen opgeleverd aan het adres van de familie. De boer wil niet op camera reageren, maar vertelt mij dat de dag nadat dit filmpje van Animal Rights op internet verscheen, hij thuis meerdere malen werd gebeld. Zijn vrouw nam op en kreeg te horen: morgen zijn jullie aan de beurt, op jullie boerderij, om 2 uur achter de schuur. De dagen erna ontving de boer ook dreigementen op zijn mobiele telefoon en hij is bang dat dit alleen maar erger gaat worden. Animal Rights vindt de dreigementen vreselijk en zegt dat dit totaal niet de bedoeling is. De dierenrechtenorganisatie wil de manier waarop varkens worden gehouden aan de kaak stellen. Deze boer is geen uitzondering, zegt Animal Rights. Alle boeren werken zo. Volgens de gemeente staat de boer goed bekend. De boer die in Lunteren deze boerderij runt, en zicht op stal waar u ook als raadslid meermaals bent geweest, is bij ons bekend en zeer bekend en is bewust en gemotiveerd lid van Vallei Boer Bewust. De wethouder is vandaag bij de varkenshouder op bezoek gegaan.